Te ego om gezondheid voor binnenland, dan na minister sending aba verantwoord toe. En want to digba, de beroko samen na nga Rode Kruis, voor luku, van de kan zet a volksgezondheid moro general na in a binnenland. Met name a COVID-19 situatie na wam den tori abrasade betaki. En na nga Rode Kruis dinge luku, fa de ka yep de spasa be besmet na COVID-19 in a binnenland, en fa de ka yep den baka di de kom betre. Want, ik kan kies COVID-19, maar een bakkapissie is door wachten u. Dus MZ want take a pistool dat neemt af. Vandaag zijn we dus, althans die training is er al 3 dagen. Het is een training van 3 dagen, waarbij wij dus als medische zending, wij zorgen natuurlijk voor de gezondheidszorg in het binnenland. En we zijn vandaag eigenlijk bezig, of deze week bezig, met eigenlijk het evalueren. Hoe is onze COVID-respons geweest? We zijn intussen 5 golven verder. We hebben ook nog een jaar lang kunnen vaccineren. We hebben een aantal lessen die we hebben geleerd. En daarom is het goed dat we met elkaar, dus onze mensen uit het veld, maar ook de mensen die in de stad zijn, toch, dat we evalueren. En we hebben een partner gevonden in het Surinaams Rode Kruis, die ons dus helpt om eigenlijk iedereen te vragen, want ons, bijvoorbeeld hun vrijwilligers, die gaan samen met ons in het veld en zij vragen dan aan de gemeenschap zelf van, hey, luister nou, wat weten we al, hoe hebben jullie het ervaren, wat waren de uitdagingen? Naast dat we eigenlijk onze COVID-respons aan het evalueren zijn, zijn we dus ook bezig om te kijken naar hoe gaan we verder. En een van de dingen die we dus in deze bijscholing ook hebben, is hoe gaan we om met het chronisch lijden nadat je een COVID-19 infectie hebt gehad. Hoe moeten wij die zorg, hoe moeten we het zien? Dus welke verschijnselen kunnen mensen hebben? Hoe lang duurt dat traject eigenlijk om weer beter te worden, weer de oude te worden? En ook in die fase willen we mensen heel goede gezondheidszorg geven. Vandaar dat we eigenlijk met onze medewerkers dus zitten om ook dat te bespreken met elkaar. Uit de samenleving is gebleken dat vaccinatiegraad in het binnenland heel erg laag is. Hoe heeft de medische zending hierop ingespeeld of wat hebben ze allemaal gedaan om toch mensen te motiveren, vooral in het binnenland, om te vaccineren? Ja, kijk, wat wij als medische zending zeker hebben, is dat we iedereens mening respecteren. En vandaar dat we eigenlijk vanaf het begin zijn gegaan, zeg van, het gaat niet alleen om vaccineren. Het gaat erom, we hebben eigenlijk een 3-sporen-beleid. Ten eerste moet je jezelf beschermen, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus vandaar dat we heel veel informatie naar de mensen toe hebben gebracht. Hoe kan je jezelf beschermen? En wat is het nut van eigenlijk al deze maatregelen die we hebben? Bijvoorbeeld van het aantrekken van een mond-neusbedekking. Daarna zijn we ook gegaan om mensen te helpen dat ze die ziekte kunnen herkennen. Want meten is weten. We hebben ervoor gezorgd dat we op onze polyklinieken zeer zeker sneltesten hebben. Dat de faciliteiten er zijn, dat mensen informatie kunnen halen. Zodat ze eigenlijk weten van, mocht ik deze verschijnsel hebben, heb ik de gelegenheid om me te laten testen, zodat ik het weet en daarna weet hoe ik de rest van mijn gemeenschap kan beschermen. En het derde dat we hebben, is dat we met mensen praten over gezondheidswinst. Wat kan je doen? Weet je, we willen geen verlies lijden in het leven en ook met onze gezondheid. Daar gaan we voor winst. En een van de manieren hoe je voor winst kan gaan, is dus om je te laten vaccineren. En alle vragen ten aanzien van vaccinatie, hoe werkt het, hebben we geprobeerd om te behandelen. Wat belangrijk is dat we het niet alleen hebben gedaan. We hebben hele goede partners gehad. In de gemeenschappen, buiten de gemeenschappen, verschillende organisaties. En zo heeft het Surinaams Rode Kruis ons ook geholpen. Want dit ding kost allemaal geld, het kost allemaal tijd, het kost mankracht, toch? Want ook jouw eigen mensen worden ziek. Dus vandaar dat het goed is als we samenwerkingen hebben met het Surinaams Rode Kruis, want zij zetten hun vrijwilligers in. En zo kunnen we samen ervoor zorgen dat mensen eigenlijk een goed geïnformeerd besluit nemen om zichzelf te beschermen en te gaan voor gezondheidswinst. De straat.